Je hebt filosoof Victor Kal gevraagd te reageren op jouw lezing. En we gaan even kijken naar zijn bijdrage. Ik zie wel dat Arnon Grunberg echt probeert door te dringen tot de Abraham van Torah. En tot de Abraham van Kierkegaard. Het is hem niet gelukt. Hij heeft geen ingang gevonden. Hij is daar zelf ook heel duidelijk over. De afstand is onoverbrugbaar. Grunberg laat Abraham vallen. Hij zet hem vierkant neer als moordenaar. Dat is geen kleinigheid. Ik ben Jood en ik ben filosoof. En als de religieuze mens die ik ben, houd ik van Abraham. Als de filosoof die ik ben, houd ik van Kierkegaard. En nooit zet ik mijn redelijkheid daarbij aan de kant. Grunberg doet geen recht aan de Abraham van Torah. En hij doet geen recht aan de Abraham van Kierkegaard. Hij leest niet wat er niet staat en toch bedoeld wordt. Ik geef 3 voorbeelden. Het verhaal van Torah gaat over de beproeving. Wat is een beproeving? Een beproeving is een test. Bij een test wordt gekeken of je het begrijpt. Ook in Torah is dat zo. De test is of Abraham begrijpt dat er een offer nodig is. Heeft hij dat inzicht, dan gaat hij op weg. Als Abraham op weg gaat om het offer te brengen, dan doet hij dat dus omdat hij begrijpt dat hij het offer moet brengen. Abraham gaat dus uit eigen beweging op weg. Van gehoorzaamheid is helemaal geen sprake. En absurd is het ook niet. Wat Grunberg met Torah doet, dat is pas absurd. Grunberg heeft het boek Vrees en Beven van Kierkegaard gelezen. Uit dat boek haalt hij dat je Abraham een held van de oneindigheid kunt noemen. Het is mooi dat Grunberg dat gezien heeft. Oneindigheid betekent hier dat Abraham met niets samenvalt. Wat dan ook. Hij is een vrij mens. Alleen, die oneindigheid van Abraham, dat is alleen maar de helft van het verhaal. De andere helft laat Grunberg weg. Die andere helft is dat je Abraham tegelijk kunt zien als een held van de eindigheid. Eindigheid betekent hier dat Abraham erop rekent dat hij Isaac terugontvangt. Gewoon in deze eindige wereld. Dat hij Isaac terugkrijgt, juist omdat hij bereid is Isaac ten offer te brengen. Dat klinkt als een paradox. Maar Abraham kijkt door de paradox heen. En Grunberg laat de paradox gewoon weg. Wat Kierkegaard betreft is dat een amputatie. Grunberg ziet Abraham als iemand die buiten de redelijkheid staat. Abraham zou in elke moraal voorbij zijn. Hij zou tot alles in staat zijn. Ook tot het geweld van een offer. Maar gaat het om geweld? Grunberg vergist zich. Het punt is hoe je een vrij mens kunt zijn terwijl je eindig bent. Dat kan zeker wel, maar dan moet je altijd eindigen op het spel zetten. Dat op het spel zetten, dat is het offer. In Torah gebeurt dat ook echt. Ook al denkt Grunberg dat het niet zo is. Abraham brengt zijn offer ten leven. Nou, het lijkt wel alsof u zegt, welkom Victor Kal. Het lijkt wel alsof u zegt, Arnon Grunberg heeft niets van de moderne filosofie begrepen. Arnon, mag ik jouw reactie daarop? Of... Nou, dat moderne, is meer moderne filosofie dan Kierkegaard, maar misschien is dat wel wat Victor Kal bedoelt. Ik wist ook wie ik uitnodigde toen ik Victor Kal vroeg hierop te reageren. Dus ik val niet van mijn stoel na het zien van dit filmpje, helemaal niet. Nee. Dat is niet wat u bedoeld heeft te zeggen? Of... Nee, ik vraag... Nou, nee, ga ik gaan. Ja. Laten we beginnen met de vraag van... Hoe kan, als je zegt, hij brengt het offer tot leven? Dan zeg je eigenlijk, in het Oude Testament, in de Torah... moet je deze beproeving zien als een metaforische beproeving. Ik moet me niet voorstellen dat Abraham echt die berg opging met zijn zoon. En dat hij echt op dat moment... Hij kon op dat moment toch niet zeker weten dat die engel zou verschijnen. Sterker nog, er zijn ook lezingen die zeggen... dat die hele passage over de engel, dat weet je ook al later, is bijgeschreven. Dat hij eigenlijk, dat is ook een mogelijke, die heb ik wel eens van niet gebruikt... eigenlijk is hij ongehoorzaam geweest. Hij weet niet van tevoren. Hij weet het niet van tevoren. Nee. Dus hij denkt, mijn vraag is aan jou, op het moment dat hij naar boven loopt met zijn zoon... denkt hij dan dat hij werkelijk dat offer moet brengen? Natuurlijk, anders gaat hij niet op weg. Hij heeft niet gehoorzaam blindelings. Dus hij doet het omdat hij meent dat het goed is om te doen. Hij weet niet hoe het afloopt. Maar, en waarom denk je dat hij meent dat het goed is om te doen? Kunnen wij dat weten? Omdat hij de zin van een offer begrijpt. En begrijpt vooral, daar eindig ik mee, wat een offer, en dat geldt van alle offers vanaf
Abel al, aan het begin van Torah, dat alle offers ten leven zijn of omwille van het geofferde zijn. Dus het grote punt is, en dat zit in de taal, van offeren is ongelijk opofferen. Dat is de grote stap die iedereen moet maken. Kun je dat toelichten? Opofferen, dat is, dan geef je iets weg en je bent het kwijt en je ziet het niet terug. Jammer. Offeren betekent, je vertrouwt iemand iets toe, het woord wat je gebruikt hebt, vertrouwen. En je vertrouwt erop dat dat in goede handen is, maar je weet het niet zeker. Misschien krijg je het nooit terug. En Abraham verwacht Isaac terug te krijgen. Het offer is Isaac ten leven. Mag ik daar even... Dat is wat ik noem de binnenkant van het verhaal. Mag ik daar iets over vragen? Want u zegt... Grunberg zet Abraham neer als een moordenaar. En laat hem vallen als een baksteen. Maar ja, zoals ik het gelezen heb, is hij maakt Abraham eigenlijk menselijk. Hij zegt... Eigenlijk, we zijn tot het goede en het kwade geneigd. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nou ja, dat menselijk, dat is hier toch gekoppeld aan het plegen van een moord. Mm-hmm. Zo praten wij niet, zou ik zeggen. Dat is één waarom punt. Niet? Waarom van, niet? Je zegt niet van, tegen iemand die een moord gepleegd heeft, het is menselijk. Je zegt gewoon van, dat had je niet moeten doen. Maar het blijven wel mensen die het doen. Tuurlijk blijven het mensen. De mensen doen de vreselijkste dingen. Maar je zegt niet dat het is menselijk. Want je weet ook zelfs volgens de Torah zijn omstandigheden waarin het doden van een andere mens te rechtvaardig is. Dus het is niet zo dat het een absoluut gebod is om niet te doden. Ja, maar in de situatie van Abraham gaat het daar niet over. Hij wordt niet achtervolgd. Dat is de reden, dat is de situatie waarin je iemand kan doden. Er is al genoemd in Torah met nadruk dat je iemand niet mag doden in het verhaal van Noach. Mm-hmm. En het verhaal van Kain ook. Dus je weet al als lezer van Torah, doden mag niet. Maar het gaat ook niet om doden, het gaat om offeren. Maar offeren heeft de implicatie dat er gedood wordt. En dat Abraham dat doet met zijn zoon... Ik vind het niet gek dat je daar vraagtekens bij zet. Oh, nee, gek is hier niks. Maar het punt is het mes in het verhaal. Hij heeft een mes bij zich. En met een mes wordt geslacht. Altijd als een mes heb je bij een offer om te slachten. Dus om Isaac te slachten, dat wordt ook in het verhaal gezegd. Dus de kunst is om te zien de binnenkant van dat mes. Dat je niet alleen denkt van, oh, een mes, nu gaat het helemaal verkeerd. En de binnenkant van het mes is dat je weet dat het mes is niet om de dood van Isaac te realiseren. Het mes is om duidelijk te maken dat hij Isaac ten volle toevertrouwt aan God. En toevertrouwen betekent, ik ben de zaak kwijt. Mm-hmm. Nu is het in handen van die. Alsof die persoon dood is. Is dat ook de reden dat God, daar hebben we het nog niet over gehad, je zegt, oké, het is een test, absoluut, het is een beproeving, akkoord. Maar dan kan je vragen, waarom legt God deze beproeving? Dat is ook een vraag die ik heb, want dit was een verkorte versie die ik las. In de langere versie komt dat ook te sprake. Waarom wordt deze beproeving opgelegd? Als God Abraham had willen testen, wat wordt er precies getest? En wat wordt er bedoeld? Waarom moet Abraham denken dat hij zijn zoon gaat slachten? Waarom moet hij die grootste stap die een vader kan zetten, waarom moet hij zich dat voorstellen? Eigenlijk is dat al vanaf het offer van Abel zo, aan het begin. Van offer je gewoon wat je wel kan missen. Dat is opofferen. Zo van, het is voor jou. Mm-hmm. Of offer je eigenlijk wie je zelf bent. Alles. Mm-hmm. Abraham offert zijn toekomst. Want dat is Isaac. Als hij Isaac heeft geofferd, dan heeft hij niks meer. Mm-hmm. Isaac is de drager van de belofte waarmee het verhaal verder moet. Als het daarmee ophoudt, dan houdt het... Maar zou het Torah ook geëindigd zijn in hoofdstuk 22? Maar wil dat dan eigenlijk zeggen van, hij hoopt toch dat hij gered wordt? Of is het angst, zoals Arnon zegt, van angst voor... de moed ontbreekt hem om opstandig te zijn en te zeggen, ik doe dit niet? De test is of hij het vertrouwen kan opbrengen. Hoop is een ander woord dat daar in de buurt ligt, maar het woord vertrouwen, wat je zelf ook gebruikt hebt, en mooi gebruikt hebt, vind ik, daar gaat het om, over vertrouwen. Maar vertrouwen is in mijn ogen niet blind vertrouwen. Vertrouwen is dat je snapt van, nu moet ik vertrouwen. Mm-hmm. En vertrouwen de hele dag door. En dat is niet blind. We weten wat we doen. Zeker. Nee. Zonder geen samenleving zonder vertrouwen. Ja. Dat ben ik met je eens. Maar voor mij is het feit, ik zie dat toch ook als een reële gebeurtenis. En niet alleen als een metaforische gebeurtenis. Ik zie niet alleen de binnenkant van het mes. Ik zie vooral ook de buitenkant van het mes. En ik zie een vader die denkt, en ik vraag me ook af, die denkt dat hij zijn zoon gaat doden. Ik vraag me ook af, zelf als we binnen de context van de Torah blijven, van het Oude Testament, hij is al zo vaak op de proef gesteld.
Waarom moet deze proef er nog bij? En hoe moet ik mij voorstellen, hoe moet ik een godsbeeld hebben als God ons de hele tijd proeven met ons doet, zoals een wetenschapper proeven doet met een dier in een laboratorium? Ja. Wat doet dat met mijn godsbeeld? Als ik steeds beproefd word, waartoe, waarom? Ja, ik laat dat niet van buiten komen. Dat Abraham denkt dat hij dit moet doen. Dat is wat jij noemt het woord. Dat is gewoon wat in hemzelf zichtbaar wordt als dit is wat je moet doen als je vertrouwt. En tegen hem is gezegd een belofte van land en van volk. Dat wil zeggen nageslacht en een of ander toekomstig land. Dat land bindt, heeft hij al op het altaar gebonden. Nou, dat kun je niet doen met land, dus hij zet het altaar op het land. Een kleine handicap hier. Maar zijn zoon, zijn toekomst, zijn nageslacht kan je op het altaar binden. Dus Torah is keihard. Je krijgt eerst een belofte. Daar staan twee dingen op het spel. En duidelijk wordt gemaakt, als je dit ontvangt, dan zul je dit alleen maar uit mijn handen ontvangen. Niet omdat je het zelf verovert. Dus hij moet het uit handen geven en dan zal hij het krijgen. Dat geldt van het land, dat geldt ook van het volk. Dat wil zeggen, in dit geval van Isaac. Ik wilde dan heel kort, want anders duurt het gewoon te lang, het gesprek. Aan het begin van dit gesprek zei ik in het filmpje, ik ben een religieuze Jood en ik ben een filosoof. Ja. Dus ik hou van Kierkegaard, een christelijke theoloog eigenlijk ook, een filosoof. Ja, ben je, ja. Voor mij filosoof. En, filosoof, maar ook een theoloog, toch? Iemand, ja, een christen. Tuurlijk. Ja, mag je zeggen. Ja? Ja. Okay. En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe verhoudt Kierkegaard, hoe verhoudt de worsteling, want dat ben je met me eens, toch? Dat Kierkegaard worstelt, ja. En niet alleen in vrees en beven, maar worstelt met dit verhaal. En heeft het echt over de huivering. Dus wat betekent Arnold, het woord... ik moet je onderbreken, want nee, mag, je gaat ik wil, mag, een, okay. een vraag stellen. Ik wil even weten, ik wil heel graag weten, hoe moet ik het woord huivering begrijpen? Huivering is de huivering die bij elk vertrouwen hoort, van je weet niet hoe het afloopt. Aan vertrouwen is eigen een soort angst. Van, gaat het goed? Had ik het moeten doen? Misschien is die persoon geen vertrouwen waard. Het is altijd een onzekerheid. Dat zit in het woord vertrouwen en dat moet je aanvaarden. En in die zin is een groot vertrouwen des te huiveringwekkender. Maar groot vertrouwen kan ook misgaan. Het kan altijd misgaan. Ja. En het groot vertrouwen kan ook... Er is geen waarborg. Gelukkig. Het groot vertrouwen kan ook naïviteit worden. Ook. Lijkt mij. Ook, ja. Ik wil u hartelijk bedanken.